In deze video gaan we kijken naar XRP en NIO. Wat heeft de koers afgelopen tijd gedaan en wat kunnen we de komende tijd van de koers verwachten? Overigens is ook dit filmpje geen financieel advies, maar educatief van aard. En ik zou zeggen, like de video als je er wat aan hebt. Geef commentaar als je eventueel een andere altcoin wilt zien, dat ik die analyseer. En als ik er tijd voor heb, dan ga ik dat even doen. En we gaan gewoon meteen beginnen met XRP. En we gaan van de hoogste timeframes gaan we naar de laagste timeframes om te kijken over het grote plaatje wat de koersen nou aan het doen zijn. We beginnen met XRP, hè, Ripple. En het is duidelijk dat Ripple op de maandelijkse grafiek zit het nog in een downtrend. Hè, en zolang dat niet verandert, ziet het er niet goed uit voor de koers. Hè, dus als je hier de low hebt, heb je hier een low, heb je een lower high, een lower low, hier weer een lower high en vervolgens weer een lower low. En nou zijn we bezig met een... Nou ja, het is nog niet duidelijk wat dit gaat vormen. He, wordt dit opnieuw een lower high met daarmee een lower low? Daaronder zit er vrij weinig support voor de XRP munt. Dus het is belangrijk dat XRP zijn trend gaat veranderen. En daarvoor gaan we even kijken naar de wekelijkse grafiek. Want op de wekelijkse grafiek zijn er wel tekenen van een verandering. Dus ik zet hem even op de wekelijkse grafiek. En ik pak daar mijn analyse even bij. Even kijken. En op de wekelijkse grafiek, ik zet nog even deze lijnen uit, zien we eigenlijk ook dat we nog steeds wel in een downtrend zitten. We hebben nog geen high gemaakt, waarbij je hier de high hebt, hier de low, hier een lower high en vervolgens hier de lower low. En wat we hier nu aan het maken zijn, ik ga deze even uitzetten, een momentje. Dus we moeten hier deze 50 MA, de 50 Moving Average, je ziet dat die eigenlijk, we zijn er wel doorheen gebroken, maar op een gegeven moment is het resistance geworden en dat is nu potentieel weer resistance. Dus de wekelijkse grafiek zit ook nog in een downtrend. En zolang dat niet dus verandert, zie ik de koers verder afglijden. De hoop voor XRP ligt op het volgende. En dat is deze analyse, want ook op XRP, net zoals vele andere cryptomunten, altcoins, was er een falling wedge te zien die ook op dit moment is uitgebroken naar boven. En zoals je ziet, het is uitgebroken naar boven op de wekelijkse grafiek. We hebben een retest gehad van die lijn en vervolgens zijn we naar boven uitgebroken. Dus wat we idealiter zien voor de koers van XRP, is dat er nu in ieder geval een higher low wordt gemaakt op de wekelijkse grafiek. Zodra dat gebeurd is, weten we dat we in ieder geval een start of een beginnetje hebben van de uptrend. En die higher low die kan worden gevormd op verschillende punten. Er zit support hier op de 25, 26, nee, even kijken, dit is de 25. Cent ongeveer, 25,4. En daaronder zit er nog support op de 21,3. En dit zijn sterke supportpointen voor de XRP-koers. Als de koers die weet te houden, dan verwacht ik dat we daar in ieder geval die high-low maken. En daarmee een trendverandering inzetten voor XRP. Waarbij we kunnen kijken naar een top van 30 cent. In eerste instantie die belangrijk is voor de koers om te breken. En dat zou dan ook een initiële target zijn voor de pullback en dan weer omhoog. En daarna kijk ik in ieder geval naar de bovenkant van de falling wedge wat op 46 cent zit. Dus al met al, de koers moet voor de XRP de wekelijkse trend zien te veranderen. Zolang dat niet gebeurt of als dat niet gebeurt, dan maken we een lower low en zakt de XRP-prijs nog verder af. Maar... tot we de higher low hebben gevormd en bevestiging hebben van een higher low, weten we nog niet wat die koers gaat doen. Dus we gaan de correctie de komende dagen en week even in de gaten houden. Waar vinden we de bounce? Waar vinden we die higher low? En dan gaan we verder kijken naar de koers. En dan gaan we even inzoomen op de daily grafiek. Kijken we wat we daaruit kunnen halen. En de eerste teken voor de higher low op de wekelijkse grafiek is als we de dagelijkse trend downtrend hebben gebroken. Dus wat we nu eigenlijk zien is de hele tijd een trappetje omhoog en dat is een uptrend. En het lijkt erop dat we nu misschien dan die downtrend ingaan, waarbij je een low maakt, lower high en vervolgens op zo'n manier eigenlijk een downtrend krijgt. Zodra deze downtrend gemaakt is, dus die kan ook doorgaan richting dat support point op die 21 cent wat ik zei. Als we daar de higher low vinden, vervolgens wat we dan moeten zien is een uptrend waarbij de koers weer zo gaat. En dan hebben we bevestiging dat de wekelijkse grafiek een bodem heeft gevonden en de uptrend kan gaan starten. Zover voor XRP.
En hè, we zien ook dat nou, die 200 daily moving average, de gele lijn hier, die hier loopt, dat zou ook gewoon een mooi punt zijn waarbij de koers support kan vinden. En die loopt dus ook samen met die 25 cent hier. Als we daar support vinden, is dat natuurlijk heel erg bullish. En dan hebben we de high loop, de wekelijks grafiek gevormd. Maar ik verwacht dat we toch ook, net als in de Bitcoin koers, eigenlijk nog iets verder moeten gaan zakken voordat we omhoog gaan. Dan naar NIO. Ook daar gaan we beginnen met de maandelijkse grafiek. De maandelijkse grafiek ziet er iets beter uit voor NIO. Even kijken. Want waar we op de XRP grafiek in een downtrend zitten, zit NIO op de maandelijkse grafiek al in zijn uptrend, waarbij je hier de low hebt. Sorry, even kijken. Waarbij je hier de high hebt, hier de low. Hier heb je een lower high en hier heb je een higher low. En het mooiste zou zijn als we nu ook die higher high gaan maken. Dus het is duidelijk dat nou, de NIO-grafiek die staat er iets beter voor. Op de maandelijkse grafiek hebben we een uptrend. De wekelijkse grafiek betekent dat we ook een uptrend hebben. En dat zie je hier ook wat duidelijker. En ook hier was natuurlijk die falling wedge te zien. Die is ook veel eerder uitgebroken. XRP is eigenlijk een beetje een laggard. Hij loopt een beetje achter op de rest van de cryptomunten. Maar dat betekent dat we die zeker in de gaten moeten houden, omdat die dan nog de grootste stijging kan maken. Dus hier is die falling wedges ook uitgebroken. Er is eigenlijk geen echte retest geweest. We zijn gewoon bam, meteen omhoog gegaan. Vervolgens hebben we ten opzichte van dit punt een higher low gevormd. Dus de koers die maakt hier een hoger punt, een higher low. En vervolgens nou, zijn we eigenlijk die uptrend gestart. Ik ga hem even beter tekenen. Waarbij je hier dan dus zeg maar een low hebt, een high. Een higher low en we hebben inmiddels een higher high gemaakt ten opzichte van dit punt. Dus de wekelijkse grafiek die zit in een uptrend, maar ook op de wekelijkse grafiek moet er zo te zien een higher low moeten gevormd ten opzichte van dit punt hier. Dus ten opzichte van $7 moeten we een higher low gaan vormen. Op de wekelijkse grafiek zou dat kunnen op die $10,67 als support van de 50 moving average. En als we even inzoomen op de dagelijkse grafiek, wat kunnen we op de kortere termijn verwachten? Nou, ook hier hebben we dus een enorme uptrend gehad, hè, met al een trappetje omhoog. En we zien dus dat de koers nu ook aan het corrigeren is. We vinden nu support op eerdere resistance hier zo. Het zal in het meest bullish scenario houdt deze het, maar omdat de Bitcoin-koers ook waarschijnlijk nog wat verder gaat corrigeren, neem ik aan dat de andere altcoins ook mee worden genomen. En dan kijk ik naar support op de 12, net boven de $12, 12.089. Even deze box aankrijgen, 12.058 tot de 11.501. Dus dat is eigenlijk, het zou het mooiste zijn als de koers hier stand houdt. We zien dat de 200 moving average op de NIO-grafiek een stuk lager zit. Nou ja, ik geloof niet dat we hier naartoe zullen gaan en dat we eigenlijk wel support zullen gaan houden voorlopig op die groene box of in die groene box. En wat we ook zien op de NIO-grafiek is dat de 200, de 100 MA en de 50 MA, die zijn inmiddels allemaal met elkaar gekruist en zien we dat ze allemaal eigenlijk naar boven aan het bewegen zijn. Ze zijn allemaal naar boven aan het bewegen. Ja, dus zijn naar boven aan het bewegen, wat eigenlijk aangeeft dat NIO eigenlijk wel een sterke grafiek heeft en dat we daar in een uptrend zitten. Dus daarvan kunnen we meer targets naar de bovenkant verwachten nadat we de correctie hebben gehad. En waar we dan naar kijken is ook hier eigenlijk de bovenkant van die falling wedge in eerste instantie richting nou, hier de $14, 13,9. Nou, die hebben we eigenlijk al gebroken trouwens. Dus dan zitten we iets hoger, hier rond de 15,3. Ik zal ze even uittekenen. Hier bij de 15,3, 15,4. En vervolgens de bovenkant van de falling wedge zit hier op de 17,5 en op de 19,6. Wat waarschijnlijk inderdaad dan wel weer naar die $20 zal gaan. Dus kortom, NIO zit in een uptrend op zowel de maandelijkse grafiek en de wekelijkse grafiek. En de moving averages op de dagelijkse grafiek, die zijn allemaal naar boven aan het wijzen. En als we hier support houden tussen deze supportpunt en de groene box, dan verwacht ik dat we verder naar boven gaan richting de resistances. En ook dus target points voor een stijging richting die 15,3, 17,5 en 19,6. Dat was het voor deze video. Als ik dus tijd heb, kan ik nog wat andere altcoins analyseren voor jullie.
Let op, als je een comment geeft met een suggestie voor een altcoin die je wilt zien en ik reageer er niet op of ik pak hem niet mee in een analyse, dat betekent dat niet dat ik het niet heb gezien, want ik zie het natuurlijk allemaal. Ik bekijk alle comments en vaak like en reageer ik er ook op, maar ik zal gewoon niet altijd de tijd hebben om alle analyses te kunnen doen. Vrees niet, blijf het doen en op een gegeven moment zal ik hem in ieder geval meepakken. Wat we ook kunnen doen is, als je een comment laat, weet hieronder welke munt je wilt zien. En iedereen liked die altcoins gewoon. Dan zal ik gewoon in ieder geval proberen degene te pakken die de meeste likes heeft. Dat was in ieder geval voor deze video. Nogmaals, geen financieel advies. Allemaal educatief van aard. Like de video. Leave a comment behind. En ik zou zeggen, tot de volgende video.